mijn vader die zei wel altijd van, ik hoop wel dat je met een Turk trouwt, of tenminste met een moslim. Dus. Ik denk dat het voor een meisje dan maar een keuze moet zijn tussen of je familie of een jongen, als dat dilemma er ligt. Maar ik zou niet religieus worden om met iemand te kunnen zijn. Die sociale druk en die loyaliteit, dat is soms zo geïnternaliseerd dat het heel moeilijk is omdat, kijk, als je uit een bepaalde opvoeding wordt meegegeven dat het gehoorzamen aan ouders, dat de sleutel is tot het paradijs, dat je daar een betere moslim wordt en dat dat goed voor je is en goed voor de harmonie in je gezin en in je familie. Nou, sterke meid om dan te zeggen, nee, dat wil ik niet. Of ik ga nu tegen mijn ouders in. Dus dat is echt het moeilijke. Van hoe bepaal je nu en wanneer kiest iemand daadwerkelijk ervoor om nee te zeggen? Of juist om ja te zeggen? Dat is een Arabisch gezegde. As-samtu alamatu rida. Als je wie zwijgt, stemt toe. Je wordt eigenlijk als meisje opgevoed van, als we dit soort dingen aan je vragen, dan moet je je een beetje zo verlegen opstellen. Dat betekent dat je wilt. Nou ja, dan moet je heel goed als meisje beseffen wat de consequenties zijn van jouw gedrag. En hoe je dan ja of nee zegt. En ik denk dat die loyaliteit aan familie, dat die heel zwaar meespeelt en dat die echt aanwezig is. Ja, de Hindoestaanse gemeenschap is heel erg gemêleerd. Heel divers. En ik denk dat er nog wel, of ik denk, ik heb wel gezien dat er onder de conservatieve Hindoestanen ook nog wel vlug gedacht wordt aan het uithuwen. Op het moment dat een meisje bijvoorbeeld een vriendje heeft, of met een jongen geassocieerd wordt, dat er dan ook vlug wordt uitgehuwd met bijvoorbeeld iemand uit Suriname. Om de reputatie of de eer van de familie, zeg maar, te redden, of van het gezin in ieder geval. Mijn man was net zo goed onder druk gezet als ik. En hij had net zo min geleerd om voor zichzelf op te komen. En de druk vanuit de familie, zowel vanuit zijn gezin als van mijn ouders, was zo enorm en was al zo lang opgebouwd, dat wij geen van beiden daartegen in durfden te gaan. Dat is niet eens, tenminste bij mij, niet in me opgekomen om zelfs maar te denken dat er een mogelijkheid was om er onderuit te komen. Nou ja, het eerste is echt bewustwording. Dat jongens en meisjes zich bewust zijn van hoe ze in elkaar zitten. Waar die loyaliteit vandaan komt. Want er is niks mis mee als je bewust bent dat het zo werkt. En dat je dan alsnog besluit van, ik vind het belangrijk om mijn familie hierin, met mijn familie mee te gaan hierin. Nou, in mijn situatie wist ik het ook heel goed. Want ik wilde niet trouwen met deze jongen. Ik wilde ook mijn familie niet kwijtraken. Maar je kunt niet alles willen. En je kunt niet alles krijgen. Dus of het een of het ander moest, hè, dat weegt dan zwaarder. En waar ik voor koos was destijds om er dan maar vandoor te gaan. Maar om wel die weg terug zo goed als mogelijk van mijn kant uit open te houden. Ik denk dat mijn vader een hele grote rol heeft gespeeld in mijn toekomst. Als hij zich daarvan had aangetrokken, van andere mensen, van sociale controle, ongeacht of ze geschoold of ongeschoold zijn. Als hij zich daarvan had aangetrokken, denk ik dat mijn toekomst er misschien heel anders had uitgezien als dat het er nu uitziet. Maar ik denk dat die sociale druk ook een kwestie van beleving is. En een beleving gebaseerd op je eigen normen. Ja. Als jij vindt dat het normaal is dat je kind niet trouwt, of trouwt op de 30ste of trouwt op de 25ste, dan vind je dat normaal. Maar als jij vindt dat je kinderen of dat je dochters, of dat het jouw plicht is om je dochters op hun 18e uit te huwen, dan vind je dat je tekortschiet wanneer je dochter al 19 of 20 is. Dus het is ook je eigen norm waarnaar je leeft. Voor zover ik weet is bij onze geboorte, hè, dan begint dat met een grapje van, Beshik Ten heet dat dan. Echt vanuit de wieg word je aan elkaar beloofd. En dat is een soort traditie en dat is meer onder een mom van een grapje. En daar wordt giechelerig over gedaan. Maar op een gegeven moment kom je dan
zie je dat het helemaal niet zo heel erg grappig is eigenlijk. En toen bij mijn zus, waar dat ook bij gebeurd was, toen die op een dag gewoon echt ging trouwen met diegene waar aan wie ze was beloofd, werd mij ook wel heel duidelijk dat dit absoluut geen grapje was en wel degelijk ernst was. En ja, dan sowieso wordt je beloofd dat je heel veel vrijheid gaat krijgen als je trouwt. Dus als je, zeg maar, als jong meisje niks mag, nergens naartoe mag, het leven buiten helemaal niet kent, dan lijkt dat ook een soort ontsnapping uit die gevangenis. Van ja, maar als ik nu met die jongen trouw, dan... Ze hadden gezegd van samen met hem mag je leuke dingen doen, mag je alles doen wat jullie samen willen doen. Maar ja, alleen was het dan jammer dat mijn man daar helemaal geen zin in had. En die vrijheid was er helemaal niet nadat ik getrouwd was, want mijn vader bleef nog steeds druk uitoefenen over wat ik wel en niet mocht. Het blijkt dat meisjes nog steeds heel veel moeite hebben met broers, met ooms, met opa's. Die zich even los van het gezin bemoeien met de keuzes van die meiden. Met wie zij de rest van hun leven willen doorbrengen. En dat vinden ze moeilijk, want een meisje schrijft ook van ja, mijn vader weet ook niet wat hij moet doen. Hij vindt eigenlijk dat mijn opa zich daar niet mee moet bemoeien. Maar hij kan niet tegen mijn opa op. Eigenlijk zijn dochter en vader het eens over dat het geluk van die dochter in handen moet liggen van de dochter. Zij moet zelf bepalen wat zij wil. Maar er loopt daar dus een dominante oude opa rond die eigenlijk vindt dat hij suggesties mag doen. En niet eens suggesties, hij mag bepalen met wie zijn kleindochter haar leven zou moeten leven. Ik heb eigenlijk helemaal geen rare reactie meegemaakt. Ze zullen best wel gedacht hebben of daarover denken. Maar waar een aantal mensen over nadenken of gedenken en over mijn gezin, ik en mijn gezin. Je kan niet iemand zijn mond snoeren of iemand zijn gedachten gelijk proberen te veranderen. Dat ga je toch niet lukken. En ja, waarom zou ik dat daar moeite voor doen terwijl ik mijn geluk in mijn gezin en met mijn kinderen verder ga bouwen? Toch? Ik ben wel streng opgevoed in dat zin, maar ik mag zelf uitkiezen. Maar dat is het Hindoestaanse cultuur, iemand. Ik denk dat ze wel meer moeite zouden hebben als het een Surinamer was. Daar zouden ze wel meer moeite mee hebben. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wel opgelost kan worden. Want ze kunnen niet zeggen van, we kennen je niet meer of zo. Dat ze haar verbannen uit de familie. Dat gaat niet gebeuren. Dus ze moeten het op een gegeven moment wel accepteren.